Interplastics Brussel is een beurs die je niet mag missen. Oldtimers, youngtimers, exclusieve nieuwigheden, dat vind je hier allemaal. En natuurlijk heel wat Volkswagens. Ik ben Dr. Heritage, klassieke specialist bij Volkswagen België. En vandaag neem ik jullie met veel plezier mee voor een rondleiding op de 9e editie van Interclassics Brussel. Natuurlijk beginnen we op de Volkswagen stand waar onze jarige Golf in de spotlight staat. Dit jaar vieren we namelijk dat het 50 jaar geleden is dat deze publieksfavoriet debuteerde als de Golf 1. Hier op de stand zien we hem in de rode hoek uit 1974 en in de blauwe hoek uit 1975. Naast onze oudjes staat de nieuwste Golf als speciale 50 Years Edition met unieke badges die het halve eeuwfeest van het succesmodel eren. Met meer dan 37 miljoen verkochte exemplaren heeft onze vedette zijn eretitel meer dan verdiend. Maar natuurlijk staan er hier op Interclassics nog een aantal andere toppers uit de Volkswagen geschiedenis. De Golf 1 Cabrio, en zo proper! Wauw! Dit ken ik natuurlijk, dat is een prachtig gerestaureerde Westfalia-bus uit 1977. Een ovaalkever uit 1957, Old Speed, super zeldzaam. Hier hebben we een prachtige Golf 2 GTI uit 1989 met nog geen 17.000 kilometer. Echt een super mooi exemplaar. Dat is zo, vind ik ze leuk. Dit is een prachtige Belgische Dieterkever uit 1965 in Sea Blue. Heel mooi. En zo zijn we weer terug in Paleis 5, waar ook de andere merken van de Dieter-familie present zijn. Audi staat hier met de nieuwe A6 e-tron, Skoda heeft de nieuwe Octavia meegebracht en Seat de al evenjarige Ibiza. Aan de andere kant van de Dieterstand staan de luxe merken van de Volkswagen Groep met Bentley, Bugatti, Porsche en Lamborghini. Interclassics Brussels is altijd een feest, zeker als je mag klinken op een van de belangrijkste verjaardagen in de automobielgeschiedenis. Dus beste Golf, op jouw gezondheid en dat er nog vele generaties mogen volgen. Volkswagen.